Bij deze oefening moeten we de spanningsversterking gaan berekenen. Dus wat we moeten weten is, waaraan is V0 over V1 gelijk? Dit is hier een ideale opamp die bovendien negatief teruggekoppeld is. De uitgang is verbonden aan de negatieve ingang. Wat weten we dan? Dan weten we dat het spanningsverschil tussen de beide ingangen 0 is. Dit betekent in deze oefening concreet, als we hier de grond definiëren, dan staat de positieve ingang op V1, dat ook de negatieve ingang op V1 staat. Een tweede gevolg van een ideale opamp die negatief teruggekoppeld is, is dat er geen stromen vloeien aan de ingangen. Dit betekent dat hier die weerstand van 5 kilo-ohm en deze van 25 kilo-ohm gewoon in serie staan, waarbij dat deze kant op V0 staat en het knooppunt tussen de twee weerstanden op V1. Dat betekent dat we de spanningsdeler kunnen gaan toepassen. De spanningsdeler V0 is de spanning over beide weerstanden en V1 is over enkel de 5 kilo-ohm. Dus V1 is gelijk aan de 5K gedeeld door 5K plus 25K keer V0. Als we nu V0 over V1 moeten berekenen, krijgen we 5K plus 25K over 5K